straks alles spreken. Steven Dont. Professor Dont, als ik het zo mag zeggen, is senior research scientist bij TNO. En ook professor aan de Universiteit van Leuven, de KU Leuven. En in een van zijn recente artikelen schreef hij: Money for nothing gets in the way of new Rembrandts. Dus als we ooit nog de kunsten zo willen blijven supporten, dan is het basisinkomen een slecht idee. Dan als volgende gast hebben we Hilde Latour, co-founder van Mission Possible 2030. En Hilde is op een missie, namelijk om de wereld armoedevrij te maken. Hoe ze dat gaat doen, hebben jullie misschien al wel een beetje een beeld van, maar dat laat ik haar zelf vertellen. Als derde gast hebben we professor Bas Jacobs, professor aan de Erasmus Universiteit van Economics en Public Finance. En schrijver van de Prijs van Gelijkheid. En professor Bas Jacobs schreef onlangs: basisinkomen is het meest ondoelmatige herverdelingssysteem denkbaar. En als laatste dan hebben we nog Erik Binsberger, citylead van de Vereniging Basisinkomen in Amsterdam. Dat is weer een hele andere mening, want daar kwam, als ik een quote mag noemen, zei hij: onbetaald werk zou meer waardering moeten krijgen. En basisinkomen zou daarvoor helpen. Dus zoals jullie horen gaan we een flinke avond tegemoet, waar heel wat meningen gedeeld zullen worden. Ik wil er ook op letten met z'n allen dat we niet alleen maar op de emotie gaan discussiëren, maar ook echt samen gaan nadenken over hoe we basisinkomen, als we het samen toepassen, een goede invulling kunnen geven. Dat zal mijn rol als moderator zijn. Dus dan geef ik nu graag het woord aan Steven Dont. Dankjewel, Lotte. Ja, ik ga staan. Ik geloof dat ik toen niet gaan staan, dus ik denk dat het wat beter overkomt. En ik heb het ook wat uitgeschreven, omdat het toch van belang is een beetje die redenering die ik heb helder over te brengen. En jullie zullen merken dat ik een fanaat ben van Star Wars, dus ik plaats het universeel basisinkomen ook in dat licht. Want er is ergens een galaxy heel dichtbij, en daarin werkt een klein volkje heel erg hard aan een plan om het allemaal anders te maken. En dat plan gaat met name over het nadenken van een universeel basisinkomen voor 18,5 miljoen mensen. En het is een radicaal plan natuurlijk. En als je zo'n plan hebt, dan zul je natuurlijk wel begrijpen dat er zoiets als een kracht achter zit. Een kracht die dat drijft, die mensen echt doet geloven dat het universeel basisinkomen iets sterks en iets goeds brengt. En als we weten dat er een positieve kracht is, dan weten we ook dat er een dark side is natuurlijk. En ik denk dat we even alle argumenten of enkele argumenten zullen moeten overwegen om na te gaan van of er toch een new future is en wat dan eigenlijk we in die new future kunnen gaan doen. Nou, ik dank Volt voor de uitnodiging. Het is een maand geleden dat ik ook zo'n soort van discussie heb gehad. Dat was nu een beetje aan de andere kant van Amsterdam. Ik ben een onderzoeker bij TNO, zoals het duidelijk gemaakt is. Ik ben hoogleraar sociale innovatie aan de KU Leuven. In mijn onderzoek kijk ik vooral naar de effecten van technologische ontwikkeling. En hoe je daar, wat dat betekent voor arbeidsmarkt, wat dat betekent voor organisaties. En we weten allemaal dat op dit moment, als we het hebben over technologische ontwikkelingen, dat het gaat over de digitale transformatie van onze samenleving. En in dat kader is natuurlijk heel hoog op de agenda gezet van er komt massawerkloosheid aan en universeel basisinkomen zou een middel zijn om daarmee om te gaan. In dat onderzoek dat ik doe, daar werk ik samen met bijvoorbeeld de Finse onderzoekers die bekend zijn naar het onderzoek over universeel basisinkomen. Olli Kangas is een deelnemer in mijn groot Europees project over digitale transformatie. En ik heb redelijk wat achtergrondinformatie over de evaluatie van basisinkomen in Finland. En ik kan daar ook wel wat over delen. Maar laten we beginnen met wat ik bedoel met de force. Want wat is nu eigenlijk die aantrekking natuurlijk in het universeel basisinkomen? Waarom is het juist dat in Nederland daar zoveel aandacht voor is? Dus dat probeer ik even hier te doorgronden. En,
En ik ga dan een beetje wel op filosofisch vlak zitten. Want er zitten natuurlijk heel veel berekeningen achter. Maar er is een redelijk geloof dat het universeel basisinkomen ons allerlei dingen kan brengen. Er zijn vier ideeën die daarbij van belang zijn, denk ik. Het eerste is dat die technologische ramp die ons staat te wachten. En dan als dat er is en we hebben massawerkloosheid, ja, dan moet je iets hebben om iedereen in ieder geval in leven te houden. En dan zal het universeel basisinkomen daar een oplossing voor zijn. Maar we wachten al sinds 2013 op die bom. En ik ondertussen hebben we ervaren dat de arbeidsmarkt gewoon overkookt. En we weten nog altijd niet wanneer of dat gaat veranderen. En het eerste gevoel, denk ik bij de econoom, Bas kan dat misschien nog even beamen. We zien het nog niet gebeuren dat het allemaal gaat verdwijnen, die werkgelegenheid. Het tweede is natuurlijk universeel basisinkomen brengt vrijheid. De vrijgemaakte mens. We kunnen kiezen om wel of niet te werken, wel of niet te studeren. We zijn vrij van administratieve controle. We hoeven aan al die ambtenaren in de gemeente, in de sociale dienst, niet elke maand iets voor te leggen. Dus vrijheid. Een derde is natuurlijk eenvoud. Je hoeft maar één ding te bedenken. Iedereen past binnen dat framework. En al die speciale regels die we met elkaar hebben bedacht in sociale zekerheid, hebben we allemaal ook niet meer nodig. En er is ook het idee van een hoger geluk met het universeel basisinkomen. Maar dan vraag ik me af, waarom dan in Nederland? Want Nederland is een van de meest gelukkige landen in de wereld. Maar misschien is er een soort van ubergeluk of zo, waar we met het universeel basisinkomen aan kunnen komen. Nederland is ook niet het enige land dat gelooft in het basisinkomen. Nou, ik heb aangegeven dat ik met Finse collega's bezig ben. Maar ik verwijt die Finnen, als ze het hebben over het universeel basisinkomen, dat het een beetje post-communisme is, hè? Want die Finnen die hebben natuurlijk een communistisch verleden, half communistisch verleden. En dat basisinkomen past een beetje in die redenering. Nou, in Italië hebben ze ook basisinkomen heel hoog gezet. Maar eigenlijk dat een land dat geen bijstand had. En eigenlijk hebben ze op deze manier nu het bijstand eigenlijk ingevoerd. Dus het is eigenlijk geen basisinkomen. Dus die discussie over basisinkomen, die is heel erg verschillend in Europa. Daar zitten allerlei verschillende betekenissen achter. En het is heel lastig om daar één lijn in te gaan trekken. Oké. Maar er zit dus een duidelijke kracht. Mensen geloven er erg in. En we willen met z'n allen waarschijnlijk het universeel basisinkomen voor elkaar krijgen. Maar als er een positieve kracht is, dan hebben we natuurlijk ook een dark side. En waarom heb ik het over dark side? Gewoon omdat het heel simpel is. Het universeel basisinkomen is gewoon onbetaalbaar. De huidige sociale zekerheid heeft uitvoeringskosten rond 4 miljard. Alles bij elkaar opgeteld in de sociale zekerheid betalen we ongeveer 82 miljard op jaarbasis. Als we het universeel basisinkomen invoeren, dan gaan we 172 miljard opzij moeten leggen of ergens vinden om dat te betalen. En als we dat, ik kun straks in de discussie op terugkomen, maar 172 miljard, en stel dat we dat zouden betalen, dan gaan we van een overheidsoverschot naar een tekort van 5%. En ik heb de afgelopen 10 jaar meegemaakt. In 2010, toen we een tekort hadden, die was niet in 5%. De maatregelen die we de afgelopen jaren hebben moeten ondergaan, daar hebben we nu nog altijd last van. Dus stel dat we naar 5% gaan, dan zullen we het wel een heel stuk moeilijker hebben dan we het op dit moment hebben. En ik had het over Star Wars. Dus jullie kennen allemaal de Millennium Falcon. Een ruimteschip. Dat Han Solo altijd vloog in het apparaat. Nou, oké. Maar het eigenschap van dat ruimteschip was dat bijna alles wat daarin aangeraakt werd, altijd kapot was. En de Amerikanen hebben een uitdrukking: if it ain't broke, don't fix it. De sociale zekerheid in Nederland kost 82 miljard op jaarbasis, maar doet allerlei goede dingen. Het is heel specifiek, het is gericht op allerlei specifieke situaties en compenseert allerlei problemen die we hebben. En het zorgt voor grotere gelijkheid dan we met wat voor ander systeem ook zouden kunnen bedenken. Dus als we kijken naar inkomensverdeling en we kijken even voordat de sociale zekerheid wordt uitgekeerd, dan is die erg ongelijk. En als we dat daarna bekijken en we kijken wat de sociale zekerheid als systeem doet op die inkomensongelijkheid, dan zien we dat hij die in grote mate gelijk trekt. Nou, dat kan het universeel basisinkomen eigenlijk niet voor elkaar krijgen.
dark side gaat nog even verder, want politiek gezien is het een redelijk groot misbaksel. Omdat het universeel basisinkomen zowel links als extreem rechts heel populair is. Ik praat altijd met mijn Finse collega Olli over hoe dat hij eigenlijk die discussie in Finland voerde. Maar de experimenten werden gefinancierd en geaccepteerd door de true Finns, door de extreem nationalisten. Zij vonden dat een heel interessant instrument, omdat ze met het universeel basisinkomen juist iets hebben om de gevestigde belangen te doorbreken. En dat heb je zowel aan links als rechterkant. Maar het belangrijkste issue voor mij in ieder geval is dat ik richt me vooral op onderzoek naar technologie en de effecten daarvan. En hoe je daar dan met verschillende manieren kunt mee omgaan. Is dat we eigenlijk het verkeerde doel kiezen met het universeel basisinkomen. Het probleem van de digitale transformatie is niet dat er een grote werkloosheid gaat ontstaan, maar wel dat er een enorme ongelijkheid ontstaat op de arbeidsmarkt. Ongelijkheid binnen de bedrijven die dan gereflecteerd wordt op de arbeidsmarkt. Namelijk, die digitale transformatie zorgt ervoor dat laag- en middelbaar gescholden eigenlijk in de verdomhoekje terechtkomen. En die ongelijkheid die gaat alleen maar scherper worden als we daar dus niks aan doen. We moeten ons dus niet gaan richten op sociale zekerheid en dingen buiten de bedrijven, maar we moeten ons gaan richten op wat in die bedrijven gebeurt. Ik heb er straks een paar voorbeelden van op welke wijze dat we dat kunnen doen. Als we dat niet doen, vooral vanuit de buitenkant bedrijven proberen te incentiveren of te richten op beter gedrag, dan creëren we aan de buitenkant met het universeel basisinkomen of met andere vormen daarvan nieuwe sociale groepen die uitgesloten worden, die moeilijk uit die situatie terechtkomen. En dan kijken we op, naar problemen zoals we die op dit moment hebben in Nederland. Bijvoorbeeld probleem of uitdaging. We hebben ongeveer 1,5 miljoen ZZP'ers in het land. Dat was eigenlijk niet de bedoeling, maar het is de consequentie van keuzes die we gemaakt hebben rond 1998, 2000. Toen we met z'n allen nagedacht hebben over iets anders dat heel leuk was op de arbeidsmarkt, namelijk de transitionele arbeidsmarkt. 1,5 miljoen ZZP'ers, de meeste economen zijn van overtuigd, ik kijk even naar Bas, dat dat geen echt goed idee is. Okay. Maar okay, kritiek is gemakkelijk, we moeten ook nadenken over de New Horizon. Wat kunnen we eigenlijk met z'n allen leren over dit verhaal? Er zit natuurlijk heel wat kracht in het denken over het universeel basisinkomen. En ik zou die kracht willen gebruiken om ons te richten op het echte probleem die er zit. Zoals ik zei, de digitale transformatie zorgt voor de problemen in de bedrijven. Laten we die problemen in de bedrijven aanpakken. Nederland kent nog altijd een heel beperkte bedrijfsdemocratie. En die is nog altijd gemodelleerd naar de problemen van de industrie in de jaren 40 en misschien zelfs daarvoor. Terwijl hoe dat bedrijf op dit moment functioneren en de wijze waarop we zouden moeten denken en praten over het probleem anders zou moeten zijn. Dat moeten we tackelen. Dus dat is het eerste wat we moeten doen. Dus meepraten in de bedrijven, een andere vorm van democratisering van het bedrijfsleven voor elkaar krijgen. En ik denk, een partij als de Volt zal daar natuurlijk de lead moeten in hebben. Het tweede is, we moeten ook nadenken over de wijze waarop technologie vormgegeven wordt in die bedrijven. Technologie is niet meer grote machines in bedrijf. Technologie is heel veel andere dingen, kleine dingen. En we moeten kijken op welke wijze je als medewerker en werknemer daar invloed kunt op uitoefenen. En hoe je dat zo kunt vormgeven dat laaggescholden en middelbaar gescholden meer training, meer ervaring kunnen opbouwen. En dat soort van zaken meer. We moeten nadenken over de wijze waarop bedrijven op dit moment de arbeidsmarkt naar zichzelf organiseren. Ik denk experimenten met open hiring, waarin dus geen limieten meer en geen diploma's meer worden gevraagd naar persoon. En dat je zo in het bedrijf kunt komen en dat bedrijf daar met nieuwe kandidaten toch een langere training en experimenteertijd aangaan. Ik denk dat dat betere en revolutionaire ideeën zijn die ook zo'n Volt-partij in ieder geval kan opnemen. En we moeten nadenken over de relatie tussen de bedrijven en hun omgeving. Dus de invloed van de maatschappij op wat bedrijven doen en of dat anders kan. Dus mijn conclusie is, het universeel basisinkomen lijkt zeer aantrekkelijk, maar juist door haar eenvoud zet ze ons op het verkeerde been. Dus we moeten opletten dat we dan uiteindelijk niet terechtkomen in de dark side. Beloof van alles, maar het
ondergraaft het moeizaam opgebouwde oplossingen die we nu op dit moment hebben in de sociale zekerheid. Dus ik heb wel aangegeven dat we het signaal moeten oppakken van het universeel basisinkomen. Maar laten we dat pakken om eigenlijk de oorzaak van de meeste problemen die we hebben, namelijk de wijze waarop bedrijven en organisaties op dit moment functioneren, om dat anders in te gaan richten en dat te gaan verbeteren. Dus als we ergens met de Jedi's naartoe moeten, dan is het mijn advies om dat richting de bedrijven te doen. En laten we daaraan beginnen en nieuwe ideeën ontwikkelen op welke wijze dat anders kan.